Dit jaar is het de 25ste keer dat de Goodwill Swim Meet wordt georganiseerd. Deze keer worden de wedstrijden van 16 tot en met 18 augustus gehouden in Suriname. De Goodwill Swim Meet wordt in Zwembad Parima gehouden. De Goodwill Swim Meet zijn wedstrijden die er met name op gericht zijn om zwemmers onder de 17 jaar te stimuleren om het zwemcarrièrepad op te gaan. En tegelijkertijd betekent dat de sportrelaties tussen de landen versterkt en verbeterd worden. De wedstrijden beginnen op vrijdag 16 augustus en we vervolgen op zaterdag 17 en dan zondag 18 augustus. Elk land komt in principe met 40 deelnemers hier naartoe. Wij zitten erin, maar als je dat optelt, dan heb je 10 x 40 is 400 zwemmers. Elk land kan 8 coaches, begeleiders meenemen. Dan praat je over 48, kortom, we praten over veel meer dan 400 man. Niet alle landen komen met 40 hoor, sommige komen met iets minder. Aan de andere kant moet ik zeggen dat er landen zijn, bijvoorbeeld Jamaica. Jamaica is hier met 80 personen, dat wil zeggen 50 zwemmers zijn officials en de rest, de anderen zijn supporters. Dus in het kort, samengevat, gaat het erom dat we hier 10 landen uit het, 9 landen uit het Caribisch gebied ontvangen. Kijken of ik ze uit het hoofd allemaal kan noemen. Het gaat om Trinidad en Tobago, Barbados, Jamaica, Sint Lucia. We hebben ook 3 gastlanden hoor. Curaçao is een gastland, onze buren, Frans-Guyana. Ik vertelde al eerder dat we zijn begonnen 25 jaar geleden met Trinidad en Guyana. En de Bahama's zijn er ook. Toch? Dus dat zijn de landen in het Caribisch gebied die komen deelnemen aan deze zwemwedstrijden. Ze komen met 400 man sterk. Ze worden door de Surinaamse Zwembond ontvangen en begeleid. Wij hebben de organisatie van de wedstrijd. We leveren ook officials. En om je een idee te geven, er zijn bij dit gebeuren meer dan 100 personen betrokken om dit te kunnen doen. We doen het graag om de jonge zwemmers, we doen het graag om de zwemsport. Maar we doen het ook omdat we hiermee Suriname in elk geval in het Caribisch gebied op de kaart, op de wereldkaart plaatsen. En zondag is er een closing ceremony op het universiteitscomplex, waarbij al de landen die hier zijn een cultureel optreden zullen geven en wij natuurlijk ook.